geluid is nu beter. Voilà, goed zo. U merkt, ik ben hier ook niet zo erg vaak. Dit is pas de tweede keer dat ik hiervoor ga. Mijn naam is pater Jan Stuyt van de Jezuïeten uit de Prinsstraat. Ik wou een beetje ongebruikelijk lange inleiding houden. Dan kan de preek wat korter zijn. Zijn er mensen vandaag voor het eerst hier? 1, 2, 3? Ja, oké, 3. En zijn er mensen die hier bijna iedere zondag komen? Die zitten te slapen. Zijn er mensen die hier iedere zondag komen? Oké. Is there anybody who does not understand Dutch? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le néerlandais? Alors il faut prier avec les yeux. C'est une église gothique avec un intérieur baroque des pères dominicains qui ont comme patron le grand prêcheur Saint Paul. Voilà. Vous priez avec les yeux, nous prions avec nos oreilles et notre bouche. Het is vandaag het feest van Sint Aloysius van Gonzaga. Dat is de patroon van de verzorgers van mensen met besmettelijke ziekten. Aloysius was een van hoge adel, werd jezuïet. En toen hij op de priesteropleiding zat, ging hij de pestleiders verzorgen en kreeg zelf de pest. Als er hier een beeld was, zou ik een bos bloemen voor hem hebben neergezet, omdat hij de patroon is van de verzorgers van mensen met besmettelijke ziekten. Maar ja, het is nog een keer een jezuïet, dus die staat in de Carolus Borromeus. Hier staan onze vrienden de Dominicanen. Ik hoorde net dat de communiteit wordt toch verwacht in de loop van dit kalenderjaar. De kwartiermaker deze zomer en de hele groep zou er toch tegen het eind van het jaar moeten zijn. We hebben een lange periode gehad dat zonder vieringen, en dat was de vaste tijd, dat was de paastijd. Toen werd het de zondag van de drie-eenheid, de zondag van sacramentsdag. En nu is het kazuifel weer groen, de gewone tijd door het jaar. En als u een missaal bij u hebt of een computerding om de lezingen te volgen, we zijn vandaag de 12e zondag door het jaar. Volgens een telling die te ingewikkeld is om uit te leggen, maar gelooft u mij, 12e groene gewone zondag. We mogen vanwege de corona niet te veel bewegen, dus voor de communie kom ik bij u langs. En als u gaat staan en uw hand ver uitstrekt, ontvangt u de communie. En als u blijft zitten, dan weet ik, deze zondag ontvangt u geen communie. Gelukkig is het wel de traditionele hoge kwaliteit muziek. We hebben de vaste organist van dit huis, Bart Rodijns. En de mevrouw die zo hemels zingt, heet Anna Natje. Ze staat op het tweede balkon, heel hoog. Ze vult de kerk zonder microfoon. Volle ver. Ja. Buitengewoon. Ze zingt ook professioneel in de opera de beurs van Brussel. Ten slotte, ook vanwege corona mogen we niet collecteren, maar er staat wel iemand straks bij de uitgang. En als u weet dat we 12 zondagen niet hebben mogen collecteren, ja, de rest vult u zelf maar in. Als we deze viering thema zouden moeten geven, dan ontleen ik dat aan de laatste strofe van de tussenzang. Die gaat over Gods vertrouwen. Schept moed, gij allen die God zoekt. Schept moed, gij allen die God zoekt. En u zoekt God, anders was u niet hier gekomen op die zonnige zondagmorgen. Bidden we dat de Heer met ons wil zijn met zijn goede geest, om goede moed te ontvangen voor de komende week. En zoals gewoonlijk belijden we eerst dat we wel eens tekortschieten in het beantwoorden aan de roep van de Heer. Ik belijd
voor de Almachtige God en voor u allen, omdat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God onze Vader geleidt alles ten goede, voor wie helemaal durft vertrouwen op u. Wij hoeven niet bang te zijn, want ons lot is in uw hand. Geef dat wij uw naam durven belijden voor de mensen en erfgenamen worden van uw belofte. Zo bidden wij door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Uit de profeet Jeremia. Jeremia sprak: ik hoor velen fluisteren, daar heb je ontzetting overal. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen, misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer. Ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig. Ze wordt nooit vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardigt onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe gij u op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de armen uit de macht van de boosdoeners gered. Woord van de Heer.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood. En zo is de dood overal alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst, in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van de gebod. Adam nu is het beeld van hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar een misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens, Jezus Christus, woord van de Heer. Thank you.
De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wees niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, en niets is verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht. En wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondig dat van de daken. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Maar vrees weleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver, en toch zal buiten de wil van uw vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd. Gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die mij bij de mensen beleidt, hem zal ik ook als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. We zijn weer terug in onze kerk. Niet helemaal. Een aantal mensen trof ik vanmorgen bij de andere deur om 9:50 en die waren geweigerd bij de kathedraal omdat die aan de 100 was en er mogen nog maar tot 1 juli bijeenkomsten zijn tot maximaal 100 mensen. En ook in de Carolus hebben ze vorige week mensen moeten weigeren. Maar we zijn er. En misschien zijn er ook sommige mensen niet. Mensen die heel voorzichtig zijn om niet te veel andere mensen van hun generatie te ontmoeten. Mensen die gestorven zijn. En we hebben het gedaan met de televisiemis. Ook ik heb op zondag altijd gekozen om de televisiemis te volgen. Het zij op NPO 2, het zij de kathedraal via Facebook en YouTube. En veel mensen hebben dat gedaan. Er zijn zelfs parochies die zeggen, we hadden meer mensen die ons volgden met livestream dan er zondags in de kerk komen. Nou, daar moet je je niet rijk rekenen, want voor iedere 5 parochies die wel livestreamen, zijn er 50 die niet livestreamen. Dus allicht, het zou nog erger zijn als die getallen niet zo hoog waren geweest. Het liefste keek ik altijd naar de mis, de televisiemis van onze eigen bisschop. Bisschop Bonnie. Die voelde altijd precies aan ja, wat er moeilijk was in de schriftlezing of waar we vandaag mee zitten. En die preek vanuit een enorm godsvertrouwen. En die bracht ons dag in dag uit, want het was bijna iedere dag, de boodschap als Jezus als weg naar God. Ik heb ook wel eens andere televisiemissen bekeken en sommige daarvan waren erbarmelijk. En het was altijd 9 mannen en 1 op de 10 keer ergens een vrouw die een lezing mocht doen. Het was een heel masculin. En ik ben altijd afgehaakt bij de voorbeden. Dus ik kon heel goed met de bisschop en zijn lectrices en zijn zangers meedoen tot en met de voorbeden. Maar als dan de dienst van de tafel begon, dan zat ik achter mijn televisie
En dan kreeg ik trek in koffie of de afstandsbediening werd een bekoring. Dat deed je niet. Wonderlijk dat ik dus wel iets had met de woorddienst, die toch een beetje verstandelijk is, een beetje in je hoofd. En dat dat blijkbaar wel werkte via de televisie. Maar zo gauw het ging over de tafeldienst, de communie, dan lukte het niet meer elektronisch. Het is voor mensen ook een beetje een, het is voor sommige mensen ook een beetje een koude douche geweest, die periode van 3 maanden. En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, dat komt hierop neer. Dat er veel mensen zijn die niet meer thuis kunnen bidden. Niet voor het slapen gaan, niet voor tafel, niet met hun partner of hun kinderen. Maar op zondag in de kerk ging het nog wel. En als dan die zondag wegvalt, dan sta je in de kou. En ik ben ook bang dat er mensen zijn die niet meer terug zullen komen in de kerk, omdat ze het heel goed zonder blijken te kunnen doen. Kortom, er is een soort crisis blootgelegd dat we alleen nog maar kunnen bidden in zo'n prachtig gebouw als dit, maar in de eigen huiskamer of slaapkamer dat verleerd zijn. En dat ligt voor ieder van ons anders. De een die hier zit, die is 35, de ander is 75, de ander zit er tussenin. Maar we hebben allemaal iets afgeleerd wat we nog wel konden in onze jeugd. Nou, dat was het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er heel veel vroomheid is, en ik heb dat als pastoor bij huisbezoeken mogen merken. De mensen zijn veel vromer dan de pastoors denken. Ik herinner me, mijn eerste benoeming was in een dorpje van niks, ergens in het noorden van Noord-Holland. Er woonden 1300 mensen. En daar werd ik pastoor met mijn 35 jaar. En we deden ook huisbezoek. Als iemand 80 werd, of 85 of 90. En ik herinner me nog een bezoek aan een oude dame. Misschien mag ik dat hier wel zeggen, een volksvrouw. Dus, alleen lagere school, had ik nog nooit gezien in de kerk. Kinderen waren al generaties lang het huis uit. En ik ging daar op de koffie, want ze werd 85. En ze vertelde me heel ingenu, iedere morgen begin ik de dag voor het kruisbeeld, boven het hing pontificale boven de schouw. En dan vertel ik hem waar ik mee zit. En dan voel ik wel aan wat hij mij wil zeggen. En dan maak ik een groot kruisteken en dan doe ik de morgenopdracht die ik van de zusters heb geleerd. Nou, dat was inmiddels 70 jaar geleden. En er waren veel van dat soort mevrouwen. Die vroomheid die ze van de zusters hadden geleerd op de lagere school, nog steeds praktiseerden. En dat maakte op mij een grote indruk. Het is nu 35 jaar geleden. Want ik kon daar iets van leren. Hoe je in je eentje, zonder de steun van een partner, kunt bidden. Hoe je in je eentje, zonder de steun van een kloostergemeenschap, waar je ziet te wonen in een groep en we bidden iedere dag 1 keer samen, kunt blijven bidden. En het was een oprecht gebed. Ik sla het wel eens over, zij sloeg het geen dag over. Dat is een goed nieuws. Ander is een mevrouw met wie ik iedere week mail, uit mijn laatste parochie waar ik gewerkt heb, ergens in het oosten van Nederland. En die is heel open over haar gebedsleven met mij. Ze zegt, 's ochtends begin ik de dag met een lichtje aan te steken voor de foto van mijn man, die is 8 jaar geleden overleden. En 's avonds in bed bind ik het Onze Vader. Maar er zijn dagen dat ze niet kan bidden. En dan voelt ze zich schuldig dat het niet lukt. Nou is ze wel vrijwilliger in een grote mooie kerk en is daar kerkwacht en doet af en toe mee met de poetsdiensten en
doet wel eens lezingen door de week of op zondag. Dan zeg ik tegen haar, lieve mevrouw, als het niet meer gaat met bidden met het hart, jij doet bidden met je voeten. Want je loopt wel iedere week 2 of 3 keer naar het kerkgebouw en weer terug. En je loopt door het kerkgebouw. En je zegt geen Onze Vader, maar je bidt met je voeten. En het verlangen naar dat bidden is er wel degelijk. Hè? Ik kreeg ook een mailtje van een oud-parochiaan uit dezelfde parochie. Van een jonge vrouw, ik denk dat ze jaren 25 is, is net arts, atletiekkampioen, acolyet in de kerk, samen met haar vader. En ze schreef me via Messenger van Facebook, pastoor, hoe moet dat nou? Wij kunnen niet meer naar de kerk en mijn vader vindt het zo erg. Wat kunnen we nou samen thuis doen? En nu heb ik een soort van handleiding van een half A4'tje geschreven, hoe je in een gezin samen kunt bidden. En u kunt dat ook vinden op de website van de Jezuïeten. We hebben een website die heet jezuïeten.org en een van de pagina's heet Spiritualiteit in coronatijd. En daar staan allemaal tips over hoe je kan bidden, alleen of samen in het gezin. Er is dus wel degelijk verlangen naar God. En zoals ik in het begin al zei, dat hebt u ook, anders zat u hier niet. En dat kunnen we beantwoorden door te kijken naar Jezus. Het evangelie van vandaag is geschreven, het is een toespraak van Jezus tot zijn apostelen. Dus niet tot de gewone mensen om hem heen, maar tot de apostelen, degene die het woord moesten verkondigen. U kent allemaal de bergrede, dat is de grote toespraak van Jezus voor iedereen, met de zaligsprekingen en zo. Dit is de toespraak tot zijn apostelen. En daar spreekt hij zijn moed in, want hij weet dat hij vaak, als ze vaak zullen preken voor dovemansoren. Maar hij zegt, wees niet bang. Wat ik u in het duister zeg, spreek dat uit in het licht. Wees niet voor wat de mensen u kunnen doen. U bent nog meer waard dan een zwermpje mussen. En uw hemelse Vader zorgt zelfs voor de kleine musjes. Wees niet bang. En de psalm zei het zo, heb ik aan het begin al eventjes gezegd. Schep moed, gij allen die God zoekt. U bent niet de enige. God is ons tegemoet gekomen in Jezus. Die vieren we in woord. Dat is dat grote boek. En in sacrament. Dat is de communie die we straks ontvangen. Als we die twee vasthouden, houdt de Heer ook ons vast. Ik wens u dat u de Heer inderdaad mag vinden. Tekst iets anders is in Vlaanderen dan in Nederland, moet ik even in het grote boek zoeken. Ja, laten we ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,
vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Laten we dan nu in de voorbeden onze vragen en verlangens voorleggen aan God, de Gever van alle goeds. Laat ons bidden voor allen die zich in de voorbije maanden hebben ingezet voor anderen. In de gezondheidszorg, in openbare diensten, in bedrijven en scholen. Dat ze mogen blijven rekenen op dankbaarheid en waardering. Laat ons bidden. Laat ons bidden voor de gezagsdragers in de kerk, dat zij zich bij hun moeilijke taak gesteund weten door het vertrouwvolle gebed van hun medegelovigen. Laat ons bidden. Laat ons bidden voor allen die in de kerk een profetische roeping hebben en die moe geworden zijn en het vertrouwen hebben verloren, dat de Heer en nieuwe moed en durf geeft. Laat ons bidden. Wij bidden u voor ons. Laat ons bidden voor de zieken en alle mensen die het moeilijk hebben. Dat zij de moed niet verliezen, maar gesterkt worden door de liefdevolle nabijheid van medemensen en door de zorg van de Heer. Laat ons bidden. Wij bidden u voor ons. En we weten dat we nooit alleen zijn, omdat met ons meebidt de moeder van onze verlosser. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Bid dan, broeders en zussen, dat ons offer aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader.
Heer onze God, overvloedig zijn de gaven uit uw hand. Gij verlangt dat zij ten goede komen aan alle mensen. Mogen onze gaven worden opgenomen in het offer van uw geliefde Zoon, Jezus, die zichzelf gegeven heeft als verzoening voor ons allen, die met u en de Heer leeft tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij danken u, heilige en sterke God. De wereld draagt gij in uw hand. Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Jezus is de weg die leidt naar u. Jezus is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Jezus is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken u voor de liefde die gij ons toedraagt in hem. En met de kerk van alle tijden loven en prijzen wij u en zeggen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogste. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijn gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons. Wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen Jezus bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en zijn bloed. Op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood, sprak tot uw dankgebed, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en we verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken daarin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft vergoten, opdat voor alle zoekende mensen de weg naar uw Vader open en begaanbaar zou zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus wonen in ons. Vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en bloed en maak nieuwe mensen van ons dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johan. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van de tijd verstaan. En maak ons trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor de mensen rondom ons. Dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugde en hun hoop, hen de weg tonen die leidt naar u. Erbarm uw Vader over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, in het bijzonder de mensen die in de afgelopen 3 maanden zijn overleden.
Erbarm u over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En wanneer ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, dat wij overvloedig mogen leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, met Maria de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de heilige Paulus, patroon van deze kerk, de heilige Aloysius van Gonzaga, patroonheilige van de verzorgende, en alle anderen die u genegen zijn en dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. En bidden wij dan tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en veilig voor alle onrust. Terwijl we hoopvol uitzien naar de vervulling van onze hoop, de komst van onze Heer. Jezus Christus, want van u is het koninkrijk. Heer Jezus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u na mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden en verdeeldheid, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En wensen wij ook. De vrede des Heren zij altijd met u. En wensen wij elkaar voorzichtig de vrede. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Zalig zij die uitgenodigd zijn naar de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben het waard. Nogmaals, ik kom bij u langs. Als u de communie wilt ontvangen, gaat u staan. Slaat u vandaag over, blijft u rustig zitten.
Laten wij onze gebeden besluiten. Goede God, rijkelijk geeft u ons uw gave van woord en sacrament. En wie u zoekt, stelt u niet teleur, u geeft ons Jezus uw Zoon. Geef dat wij het oog gehouden opricht op hem. En dat we op die wijze komen tot de kennis van u die de bron van leven zijt. Gij God die leeft in alle eeuwen. Amen. Rest mij de aangename plicht om mevrouw Natsje te bedanken en meneer Rodijns die ons met de muziek hebben verwend. We sluiten af met de zegen. Na de zegen volgt nog een lied, een Ave Maria van Verdi. En daarna gaan we een zoombeweging de kerk uit en u komt dan langs het collectemandje wat bij de uitgang staat. Laten wij bidden om Gods zegen. De Heer zal bij u zijn. Zegenen en behoeden u de goede en liefhebbende God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij kunnen heen gaan in vrede.